Zeg net. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je hebt hier de eindgebruikers, de business. En die schakelen met degene die ook schakelt met de achterkant. Ik wil graag een website waarop ik veel conversie haal. He? Kan een vraag zijn. Of geef je ook tomatensoep aan de ober. En de ober zegt van nou, ik ga eens even voor navragen hoe we dat kunnen realiseren. Ik ga eens navragen of we dat hebben. Zodra die ober hier de klapdeur doorgaat, hier is die leverancier, he, van die gast. Hij praat met hem, die gast wil wat en hij levert. Gaat hij hier naartoe, dan schakelt hij met de chef-kok. En in één keer is hij geen leverancier meer, maar is hij klant van die kok. En hij vraagt, hebben we ook tomatensoep? En die chef-kok, die komt met iets. Want zo eenvoudig als we het net hadden, zit het natuurlijk in deze niet aan. Stel dat die gast, dat dat de opdrachtgever is. Dat is degene met de portemonnee. Degene die uiteindelijk de avond gaat betalen. Die is in deze ook niet alleen maar gast. Die heeft weer eindgebruikers. Dus in deze is hij die kant op is hij demand en hier is hij supply. En hoewel hij die persoon betaalt, vindt hij het misschien veel belangrijker hoe zijn gasten worden geholpen, hoe zijn gebruikers worden geholpen, dan hoe hij zelf hier wordt geholpen. Maar hij moet wel heel goed weten wat die mensen willen. Want hij is degene die schakelt het op. Hier aan deze kant, die ober die wordt van supply aan deze kant, wordt hier die man. Die schakelt met de chef-kok. Dat is zijn aanspreekpunt. Die levert hem de uiteindelijke bordjes met eten. Maar ook die heeft weer datzelfde model, want hij heeft hier een aantal afdelingen. Vlees, sogarde. En ook die hebben weer toeleveranciers. Groente, vlees, patisserie. Dus zo zie je eigenlijk dat die hele restaurantomgeving is één grote keten. Allemaal mensen die met elkaar samenwerken om uiteindelijk hier misschien wel hutspot te serveren. Het is ook weer niet zo simpel als we net hadden neergezet. Want in wezen hebben al die verschillende mensen niet een één-op-één relatie tot elkaar. Nee, er zijn heel veel verschillende verwachtingen die mensen tot elkaar hebben. Misschien houden opa en oma wel van een tafelbereiding. Iemand dat eens meegemaakt, tafelbereiding in een restaurant? Is waar, opa en oma houden ervan. Wat gebeurt er bij een tafelbereiding? Dan gaat die chef-kok, of een van de mensen daarachter, die komt naar de tafel met een zalm of met een sausje of weet ik wat, zoiets dergelijks. En die gaat daar het sausje lopen maken of die zalm lopen trancheren. Nou, dan gaat iemand dus van helemaal achter in de keten, gaat naar voren en mensen vinden dat hartstikke leuk. Nou, dat is een stukje extra kwaliteit, ik noem maar op, die je dan levert. Betekent dat dan dat al die andere schakels niet meer nodig zijn? Nee, helemaal niet. Want die ober en die gast, die hebben wel degelijk een prijsrelatie met elkaar. Wel degelijk nog een inhoudsrelatie met elkaar. En als die relatie niet goed is, ja, dan zul je niet eens een dienst krijgen. Want als die het niet met elkaar eens zijn over de prijs, hè, wat kost het? Ja, hoe weet je dan of die tafelbereiding überhaupt voor hun budget zit? Nou, daarvoor moeten deze mensen dus ook met elkaar schakelen. Hier, kan dat schuit? Die getrancheerde zalm of... nee joh, doe maar het minuutje. Dat gesprek, hè, wat kan wel en wat kan niet, wat aan veel restauranttafels niet zo expliciet gedaan wordt, maar wat wel belangrijk is en wel impliciet gedaan wordt, dat zie ik nog wel eens ontbreken in organisaties. Met andere woorden, je hebt hier een projectorganisatie die van alles aan het doen is. Dus die dingen aan het optuigen is, die uiteindelijk moet de zaak ook beheerd worden, maar ja, goed, dat zien we tegen die tijd ook. En die zet de mooiste dingen neer. En aan de andere kant heb je directie of zo, die meestal iets in die hoek, hè, raad van bestuur, directie, die afspraken maken over de contracten. Over wat kost het nou eigenlijk.
Als je niet met elkaar schakelt over wat wil jij hebben en wat heb ik aan budget en wat voor afspraken maken we, ja, dan weet je dat het er helemaal misgaat. Nou, dus dat is ook een belangrijke. Ja, al die personen, al die mensen die schakelen met elkaar op bepaalde stukken. De een op inhoud, kinderen die willen van de gastwetter, mag ik patatjes? Kinderen met de ober, mogen we rondrennen in het restaurant, flexibiliteit. Ober en de chef-kok, voldoe je wel aan de kwaliteit, ziet het bordje er wel goed uit, is het wel warm. En helemaal door tot aan de externe leveranciers. Wat zie je veel bij hosting en beheer? Een beetje een aparte tak van sport, hè. Wel belangrijk, maar wat krijg je er nou eigenlijk voor? Dat zie je er vaak zo als zo'n los ding zo hier ergens aanhangen. En als het wel de ober is die het zeg maar gecontracteerd heeft, dan ziet hij het als twee losse dingen. Ook een hele gevaarlijke, want op hosting en beheer, dat is ongeveer je bocht waar alles op ligt. Als dat niet goed ingericht is, ja, dan kan je hele gerecht mislukken, hoe mooi het gerecht ook is. Dus zorg ervoor dat alles uiteindelijk in die keten zit en dat er hier een verantwoordelijkheid is die alles dekt. En niet dat pas hier gebeurt, dan heb je pop aan dansen. Dan moet die gast zelf aan het werk. Dan moet dus opdrachtgever zelf aan het werk. Nou, leuk verhaal, maar hoe pas je dit nu in de praktijk toe? Teken uw restaurant. Zet je belangrijkste key players. Zet die neer. Bepaal je eigen positie. Ja, deze. Kwaliteit van door derde aangeleverde zaken. Dus wat door die leverancier, wat jij al aangeeft, hè, van jij koopt zaken bij IT-leveranciers in. Schakel jij dan ook nog met die gast aan de andere kant? Voor wat het mag kosten? Nee, dat kan ik zelf bijna bepalen. Ja, dat is eigenlijk een bijzondere rol, hè? Ja, dat zeker. Want door een actie van jou zou de prijs op die menukaart woep, enorm omhoog kunnen gaan. Ja, oké. Maar goed. Nou, dat zeg je dan mooi als het wordt doorberekend aan de klant. Als dat niet gebeurt, dan heeft de chef-kok ergens een probleem, want dan gaat hij waarschijnlijk financieel gaat hij ergens niet uitkomen. Dus dat is een leuk, als je op die manier dingen neerzet, dan zie je in één keer van, hé, waar lopen bepaalde lijntjes, waar hebben we ze nog niet ingericht, waardoor je uiteindelijk met je kosten ergens een issue gaat krijgen. Vertegenwoordiging van de klant en vertegenwoordiging van de leveranciers. Die beide scheiden. Dat is heel lekker. Nou, wat doe ik ermee? Als je in een keuken zit en je bent verantwoordelijk als chef-kok en je hebt geen ober, geen vertegenwoordiging van de klant, dan is het heel hard rennen. Want dat betekent dat jij het restaurant in moet vragen van, goh, wat willen jullie? En vervolgens zelf ook verantwoordelijk bent voor de uitvoering. Als het even niet zo lekker gaat bij de uitvoering, dan is niks lekkerder om aan die klanten maar wat minder aan te bieden. Dat is niet goed voor je sales. Want die klanten die krijgen steeds minder aangeboden, dat aan die andere kant wat minder gaat. Plus het scherp houden van elkaar, dat lukt niet meer, want je hebt maar één persoon. Dus waar krijg je dan te horen dat het niet goed is? Dan krijg je dat in het restaurant van die gast te horen. En dat is eigenlijk al te laat, dat is zonde. Dus twee mensen die de verantwoordelijkheid voor de achterkant dragen en de voorkant. Erg prettig. Dit zie je ook vaak misgaan bij, hoe heet het? Als je een partij inschakelt om dingen te doen. Ja, dus een internetbureau bijvoorbeeld inschakelt om via de wetgeving te maken. Als je er als klant van uitgaat dat die projectmanager daarvan ook het interne stuk bij jou zelf goed regelt en goed doet, dan moet die persoon dus zowel in zijn eigen organisatie ervoor zorgen dat die website goed gebouwd wordt, als in jouw eigen businessorganisatie ervoor zorgen dat al die mensen met elkaar gaan praten. Dat is wel heel veel. Het kan best heel goed zijn dat een projectorganisatie en een beheerorganisatie er anders uitzien. Alleen beleg dezelfde verantwoordelijkheden die je in je project had, ook weer in de beheerssituatie op een dusdanige manier dat je alles hebt afgedekt. Dat is eigenlijk het restaurantmodel. APPLAUS